In deze uitzending van Dommel Sportland zijn we weer bij twee sporten. Het wat onbekende luchtschieten en het wat meer bekendere zaalvoetbal. Op vrijdagavond is de wekelijkse schietavond van de luchtschietvereniging Bokstel. Naast mij de voorzitter, Mart Renders. Wij schieten hier met luchtdrukwapens. Voornamelijk luchtdruk geweren en luchtdruk pistolen. Op 10 meterse banen in Liende. We schieten met 4,5 mm kogels. Kleine schijfjes en het doel is om zoveel mogelijk punten te behalen. En dat doen jullie hier op vrijdagavond oefenen? Jullie hebben ook wedstrijden en zo? Ja, wij oefenen elke vrijdagavond hier. Een aantal keren per jaar hebben we hier een thuiswedstrijd. En andere keren gaan wij meestal andere dagen elders in het land op wedstrijden. Om daar persoonlijke records te vestigen en hoge resultaten te boeken. Zijn jullie een grote vereniging of zijn jullie nog in groei? Hoe lang bestaan jullie? Wij bestaan volgend jaar 50 jaar. 50 jaar geleden opgericht in Bokstel. We zitten nu ruim 10 jaar hier in Liemde gevestigd, in PS10. Wij zijn voor een luchtschietvereniging een gemiddeld tot kleine vereniging. We hebben momenteel 14 leden. Gemiddeld heeft een luchtschietvereniging hier in de omstreken tussen de 20 en 25 leden. Dus we zijn wat aan de kleine kant, maar we zijn altijd zoekende voor nieuwe leden. Jullie zijn de enigste luchtschietvereniging in Bokstel? Ja, we zijn de enigste in Bokstel. Er zitten nog enkele hier in de regio, onder andere in Berlekum en in Best. In Elshout en in Heeswijk-Dinter. Het zijn bijna allemaal verenigingen die net zo groot of iets groter zijn als wij. Er zijn wel heel veel verenigingen in Nederland. In totaal zo'n 35.000 schutters. Hier in Brabant voornamelijk heel veel kleine verenigingetjes die allemaal een beetje net zo lang bestaan als wij. Dus een beetje na de oorlog zijn er veel verenigingen opgericht. In de jaren 60, begin jaren 70. Vaak uit verveling of mensen hadden gewoon zin om voornamelijk een kroegsport te doen. Luchtschieten is voornamelijk ontstaan in de kroegen. Vaak in de achterzaaltjes die door de week niet vaak gebruikt werden en in de weekenden gebruikt werden voor feestjes. Daar werd dan door de week geschoten en naar de rand aan de bar nog een pilsje gevat. Als ik bijvoorbeeld erg zenuwachtig ben, dan neem ik niet aan dat ik deze sport moet gaan doen. Als ik bibbel met mijn handen. Dus je zult toch bepaalde kwaliteiten moeten hebben over concentratie of wat dan ook. Welke kwaliteiten moet ik nou hebben? Ja, het is wel heel voornaam dat je veel rust hebt of veel rust kunt creëren. Het is wat dat betreft ook echt een ontspannende sport. Veel mensen, leden van onze club, hebben door de week ook best wel druk en komen hier vrijdagavond even tot rust. Door even een uur of een half uur te schieten. En hoe meer rust je van jezelf hebt, des te beter je resultaten ook zullen worden. Kan ik zomaar lid worden? Ja, in principe kun je zomaar lid worden. We bekijken elk persoon wel de eerste aantal weken of het in ieder geval wel serieus is. We staan niet te wachten op kooiboys of andere mensen die hier graag alles kapot willen schieten, maar behalve een goed resultaat te gaan halen. Wat dat betreft hebben we wel een soort van selectie, maar we kijken gewoon per introducee of dat het geschikt is voor onze vereniging. Maar die wapens die jullie gebruiken, die zijn dus best echt gevaarlijk? De wapens kunnen gevaarlijk zijn. Nationaal gezien vallen ze niet onder de wapenwet. Dat wil zeggen dat iedereen een luchtdrukwapen mag hebben. Maar je mag er niet overal mee schieten. Uiteraard wel binnen de verenigingen, maar niet buiten of op straat. Moet ik een bewijs van goed gedrag gaan halen bij de gemeente om zo'n wapen te mogen vervoeren? Om te mogen vervoeren niet. In principe mag iedereen in Nederland een luchtdrukwapen hebben en kopen. Om lid te worden van de vereniging moet je wel een bewijs van goed gedrag hebben. Ik zag straks dat jij, toen jij je koffer uitpakte, uit het pistool waar jij mee schiet, dat je daar een of ander draadje met een labeltje haalde. En daar stond iets op van veiligheid. Wat moet ik daarbij denken? Nou, dat is een nieuwe regelgeving die dit jaar is ingegaan. Alle wapens die wij hebben en vervoeren, die moeten zichtbaar
ontladen zijn. Dat wil zeggen dat ze dus voor iedereen die om mij heen zich bevindt, kan zien dat mijn wapen niet geladen is. Daardoor, daarom doen we een touwtje door de loop heen, een gekleurd touwtje, wat aan beide kanten uit de loop steekt. Waardoor duidelijk te zien is dat er dus geen kogel in de loop kan bevinden. Ik hoorde net van iemand anders, toen ik hier pas binnenkwam, dat gezelligheid bij jullie vereniging ook een hot item is. Ja, gezelligheid is inderdaad wel erg voornaam. Kijk, sowieso hebben natuurlijk verenigingen als doel om een gezellige avond van huis te hebben. Zo ook onze verenigingen. Sportiviteit is zeker ook wel een pre. Maar gezelligheid staat wel bovenaan. Het is wel voornaam dat we met z'n allen gewoon een leuke avond hebben. En als we daarbij nog goede resultaten halen, heeft dat alleen maar voordelen. Nou zijn er goede en slechte schutters natuurlijk. Nou heb ik begrepen dat jij ooit Nederlands kampioen bent geweest. Nog steeds? Nee, dat is alweer een tijdje geleden. Dat is 19 jaar geleden. Toen heb ik inderdaad, toen ik nog niet zo heel lang schoot, een nationale titel behaald voor een jaar. Maar die was ik na een jaar, toen werd ik weer opnieuw geclasseerd, hoger geclasseerd. En toen moest ik het met een bronzen medaille doen. Ja, maar is dat geen uitdaging om er flink tegenaan te gaan of zo? Ja, uiteindelijk wel. Toentertijd had ik wat meer tijd en werd er wat meer getraind. Tegenwoordig, de laatste 10 jaar, ben ik ook een andere discipline gaan schieten. Ik schiet nu voor het pistool. Toentertijd schoot ik nog geweer. Met pistool kan ik redelijk mee met de nationale top, maar ik sta zeker niet bovenaan. Maar op dit moment is voor mij is het voornamelijk recreatief. Omdat ik heb weinig tijd door de week om te trainen. Dus voor mij blijft het de vrijdagavond en een goed resultaat is belangrijk, maar gezelligheid ook. Maar dat pistoolschieten is dus een stuk moeilijker, begrijp ik. Ja, pistoolschieten is wel degelijk een stuk moeilijker. Het is voor een leek die nooit geschoten heeft ook net zo goed te leren als geweerschieten. Maar het is toch net wat anders. Voornamelijk omdat je dus een pistool maar met één hand vasthoudt en een geweer met twee handen. Daardoor is een fout snel gemaakt. Jullie hebben in het verleden wel eens wat meer leden gehad als op dit moment. Ik neem aan dat jullie nog meer leden willen hebben. Alle kans nu voor de camera, recht in de camera kijkend, om te vertellen waarom dit zo leuk is. En mensen bij jullie, bij de vereniging, zouden moeten kunnen komen. Nou mensen, voor gezelligheid kun je hier sowieso terecht. We zijn een leuke club mensen die lekker een avondje willen schieten en naar de rand lekker kletsen in de bar. Aan de bar. Maar schieten is gewoon lekker ontspannend, toch moeilijk en daardoor ook zeker zeer uitdagend. Naast mij staat Henk van Erp, secretaris van zaalvoetbal Boksel. Henk, zaalvoetbal, dat doe jij al heel lang geloof ik. Inderdaad, doen wij dat al heel lang. Hier in de Braak al 28 jaar en jaren 5, 6 heb ik nog in de Haagakker gezeten. Dus totaal al 30 jaar. Dus. Jij bent er al die tijd bij betrokken geweest? Ja, altijd. Ja. Hier in het begin dan niet, want toen zat ik nog in de Haagakker. Maar na 2 jaar ben ik hier ook bijgekomen. Dus, nu zitten we eigenlijk al jaren met 3. Hans Kort en Frans van den Bos en ik. Kun je mij eens wat vertellen van hoeveel clubs en zo dat er meedoen? Er zitten, op het ogenblik hebben wij 42 teams voetballen hier verdeeld over de zaterdag en de maandag. En die spelen competitie onderling eerst? Ja, die spelen heel de competitie onderling. Ja, ja. Het zijn allemaal clubs die een naam van een bedrijf hebben. Dat is inderdaad zo, maar er zit ook nog gedacht aan verbonden. Wij hebben toen nog tijd een reglement ingesteld dat de zaalvoetbalcompetitie alleen voor Boksel was. En de voetbalclubs mogen dus wel spelers buiten Boksel hebben, maar minimaal 5 van de 15. We zitten hier op de achtergrond, zien we de finale tussen twee ploegen. Hoe kom je nou in die finale dan precies? Ja, de ploeg in de zwarte shirtjes tussen Auto Rijschool, die is kampioen geworden van de eerste klasse van zaterdag. En in de witte shirtjes van Stekelenburg is kampioen geworden in de tweede klasse van de maandag.
Jullie blijven beperkt tot spelen in Boxtel? Of gaan jullie ook regionaal? Ga je ook nog tegen andere kampioenen? Nee, we blijven dus helemaal in Boxtel. Dus. Ja. Ik zie gemiddelde leeftijd, als ik het goed heb, ergens tussen de 20 en de 35. Ik zie geen kinderen. Inderdaad, wij mogen pas spelen zo gauw als ze 15 zijn in de zaal. Hier tenminste. Kunnen ook wel jeugd laten voetballen, maar dan krijg je toch weer het risico, ja, wie zal betalen? En er is gewoon geen geld voor. Dus. Wat is nou het leuke aan zaalvoetbal? Ja, ik vind het heel leuk de techniek en zo die je in de zaal dan ziet, hoe de mensen spelen en de trucs die ze uithalen. Ja, dat is gewoon, ik vind het gewoon geweldig. Anders had ik het ook niet zo lang gedaan, denk ik. Komen er nog steeds nieuwe clubs bij of zijn er nog steeds allemaal bestaande clubs van jaren? Er zijn er de afgelopen jaar weer een stuk 4-5 afgegaan, maar er zijn ook weer 3 nieuwe bijgekomen. Dus het blijft ongeveer hetzelfde. Dus. Ja. Jullie als organisatie doen nog meer dingen als dit te organiseren? Bijvoorbeeld nog leuke feesten of gezelligheidsdingen? Nee. We houden ons uitsluitend met zaalvoetbal. Dus, ja. Dus dat moeten de clubs zelf doen? Ja, dus nou, vanavond de feestavond, die organiseren wij dus zelf wel. Dus de afscheidsavond. Vanavond is die prijsuitreiking. Ja. Ik zag daar net in de kantine hier heel veel bekers staan. Ja. Betekent dat iedereen zowat de prijs heeft? Nee, voor elke, we hebben dus totaal 5 klassen. En voor de eerste en de tweede is er een beker en dan zijn er 5 sportiviteitsprijzen. De vereniging LSVB heeft ook een wedstrijdleider en die wedstrijdleider dat is Perry Weitz. De wedstrijdleider bij LSVB Boxtel houdt in dat je zeg maar voor onze eigen schut de wedstrijden van bij andere verenigingen de banen reserveert en zo. En daarbij hebben we onze eigen competitie waarvan ik de scores bijhoud en bij ons op de website plaats. Maar op zo'n avond als deze, dan heb je ook allerlei taken, zag je straks. Ja, er komt veel bij kijken. Daar ik sowieso de serie tellen, de scores opnemen waar iedereen geschoten heeft. De veiligheid in acht nemen natuurlijk, mensen daarop wijzen en dat soort kleine dingetjes. Hoe lang schiet jij al? Ik schiet een jaar of 8. En hoe ben je daarmee begonnen? Wat was de reden om daarmee te beginnen? Nou, ik was eigenlijk op zoek naar een uitdaging. Via kwam ik bij LSVB terecht en zo ben ik eigenlijk begonnen. En sindsdien ben ik altijd lid gebleven en steeds hogerop. Die uitdaging had bijvoorbeeld ook tennissen kunnen zijn en nou is dat schieten geworden. Waarom schieten? Ja, dat is toch ook een beetje een mannendingetje denk ik. Hè. Het is toch iets met wapens en schietsport en ja, dat trekt me wel aan. Ik heb wel eens gehoord dat mensen daar een kick van krijgen. Ja, dat kan. Ik krijg er ook een kick van als ik een goede score neerzet. En dat is gewoon. En bij een wedstrijd probeer je natuurlijk altijd je best te doen en te presteren. En als je dan een keer een leuke score neerzet en een resultaat behaalt wat wel aanspreekt, ja, dat is natuurlijk de kick die je dan eruit haalt. Hoeveel schoten moet je in de roos hebben om die kick te krijgen en dat je zegt, nou, dit was mijn avond? Ja, het liefst op alle 40 kaarten 40 keer in de roos. Maar ja, dat is natuurlijk utopie, zoals dat zo mooi heet. Mooi scoren. Ja, dan zit je wel op de 360, denk ik. Dat is wel het doel om redelijk een mooie score op een avond neer te zetten. En je doet ook competitie? Ja. En bereik je daar iets in? Kunnen we jou binnenkort ook als Nederlands kampioen of zo verwelkomen? Nou, Nederlands kampioen niet, want ik sta nu op dit moment op de ranking op de 99e plaats. Dus dan zijn er nog 98 beter als mij. En Nederlandse kampioenschap is tegenwoordig wat strenger qua selectie-eisen. Dus daar komen we op dit moment nog niet terecht.
Maar wel afdelingskampioenschappen, districtskampioenschappen en dat soort dingen, zeg maar. Ik zie je er nog steeds veel plezier in hebt. Ja, dat moet ook. Je moet elke week met plezier aan beginnen, anders wordt het helemaal niks. Oké, bedankt. Prettige wedstrijd. Meneer van de Oeklaag Rood, dan fijn genieten van, hè? Naast mij staat Michael Hespe, 33 jaar, zaalvoetballer bij autorijschool Gestel, die vanavond nog een wedstrijd moet spelen hier. Michael, waarom zaalvoetbal? Wat mij aantrekt in het zaalvoetbal is in vergelijking met het veldvoetbal, korter, sneller, voor mij als keeper zijnde, want ik ben geen veldspeler, meer te doen. En komt veel op reactievermogen aan en dat is hetgeen wat ik fijn en prettig vind en met veel plezier doe. Nou ben jij ook nog veldvoetballer? Nee, niet meer. Ik ben altijd keeper geweest. Ik ben nog steeds keeper, want als keeper word je geboren, zeg ik dan altijd. Hè. Ik ben in het veld nog wel actief als trainer bij ODC, hier in Boksel onder andere. En als je mij vraagt waar mijn voorkeur nu ligt, hè, waar mijn hart naar uitgaat, dan is dat hier, het zaalvoetbal. Ja. Maar bij ODC heb je ook gekiept dus. In het hoeveelste hebben we jou gezien daar? Ik heb een uitstapje gemaakt vanaf mijn 12e tot en met mijn 18e heb ik in de jeugdopleiding bij FC Den Bosch gespeeld. Ik ben daarna weer teruggekomen, heb ik nog een jaar in de selectie gespeeld. Toen heb ik mijn handschoenen figuurlijk aan de wil gehangen, een paar jaar niks gedaan. En uiteindelijk weer opnieuw begonnen met het zaalvoetbal eigenlijk. En sinds een jaar of, nou wat is het, 12, 13 ben ik nou actief zaalvoetballer. Onder andere hier, maar ook op een hoger niveau heb ik dat gedaan. Maar er is toch een groot verschil, neem ik aan. Een grotere goal, ja. Een hardere vloer hier. Er wordt ontiegelijk hard gegooid. Ja, nou ja, je mag kijken, ik kan een keer opnemen van top tot teen. Als je kijkt naar mijn postuur, leent dat zich uitstekend voor dat kleinere doel en de kortere afstanden. Dus deze sport is mij op het lijf geschreven. Zijn er bij zaalvoetbal veel blessures? Met name omdat de vloer wat stroef is. De kans op blessures is hier ook natuurlijk aanwezig, net zoals op het veld. Ik ben 9 van de 10 keer als eerste in de zaal, omdat ik een uitgebreide warming-up nodig heb om mijn spieren echt warm te maken. Als je niet gewend bent om te zaalvoetballen en je hebt wat meer moeite met het korte explosieve werk, ja, dan bestaat er wel een grotere kans op blessures. Dus goede warming-up, cruciaal. We zitten nu vlak voor de finale van het bokserskampioenschap. Jullie gaan winnen? Ja. Natuurlijk, zoals iedere week. Waarom? Zijn die anderen slechter? Of hebben jullie daar al tegen gespeeld? Nee, we hebben nog niet tegen gespeeld. Het is het kampioen van de maandagcompetitie. Maar ik heb alle vertrouwen in onze jongens. En we hebben een uitstekend team met kwalitatief goede spelers. Dus ik reken op een overwinning vandaag. Nou is dit een gesponsorde ploeg. Ja. Wat betekent dat? Tot we een sponsor hebben die voor ons in ieder geval de shirts levert en zorg draagt voor het inschrijfgeld. Ik zelf opereer een beetje als teammanager, dus ik draag de zorg voor dat ik genoeg spelers heb. Vandaag helaas zonder een aantal jongens van de selecties van ODC en Bokstel. Want die spelen morgen hun na-competitiewedstrijden voor promotie. Dus moeten doen met de andere jongens die ook gelukkig de kwaliteit hebben om overwinningen over de streep te trekken vandaag. 33 jaar, op het veld ben je dan zowat aan het einde van je carrière. Hoe zit dat in de zaal? Ik heb een voorbeeld hier rondlopen. Jan van Lokven, die volgens mij ergens voorbij de halverwege de 40 is en nog steeds op doel staat. En zolang ik het vol kan houden en ik het plezier heb, blijf ik ook spelen. Oké, heel veel succes vanavond. Wij zullen het volgen. Dankjewel. Vanaf 16 jaar kun je lid worden van LSVB. Naast mij staat Stef Thous. Een paar jaartjes ouder, denk ik. Volgens mij sinds 2004 lid van LSVB. Ik schiet heel graag met hier, want ik vind dat wel leuk. Het is een concentratiesport. Lichamelijk kon ik wat minder. Dus ik moest toch iets anders gaan doen. Dus ben ik eigenlijk gaan schieten. Hè? Dus het is niet zo bewegend. Het is wel een concentratiesport. Je bent toch bezig. Je bent een avondje gezellig weg. En je hebt dan toch een score gehad op het eind van de avond. Die je de week toch weer wil verbeteren. Ja. Toch, Stef, op een latere leeftijd begonnen met deze sport. 10 jaar geleden dus. Ja.
beheerder geworden in 1998. En toen ben ik daarna een beetje mee gaan badmintonnen deze avond. En ja, dat werd dus ook dus steeds moeilijker. En toen kwam de club hier binnen in 2004 en toen ben ik lid geworden. En toen ben ik gaan schieten. Dus bezig blijven, begrijp ik? Als kan, heel veel. Ik ben ook op verschillende plaatsen vrijwilliger op het moment, omdat ik dus met pensioen ben. Ik heb heel veel vrije tijd. En ik ben elke dag bezig. Mijn vrouw die heeft wel eens gevraagd, wanneer ben je wel eens thuis? Ik doe ook nog graag wandelen en vissen. En bezigheden genoeg. Ik hoef me niet te vervelen wat dat betreft. Ik zit niet achter de kraniums. Echt niet. Dat gaan we niet doen. Nou heb ik begrepen dat je boven een bepaalde leeftijd, dan mag je met je geweer op een andere manier schieten. Doe jij dat ook? Ja, ik schiet opgelegd. Ik was 55 toen ik hier kwam, maar dat was net de leeftijd dat je opgelegd mocht. En dat vond ik eigenlijk best wel leuk. De anderen toen allemaal zwaar geweer vast te houden. Nou, dat kon ik eigenlijk niet, want ik ben geopereerd aan mijn schouder. En dat werd voor mij eigenlijk te zwaar. En dan met de rug en de knieën en zo, dat was eigenlijk te veel. En nou ik opgelegd kan schieten, is dat best wel handig. Nou mocht ik net ook even met jouw geweer schieten. Maar het moeilijke is om je te concentreren en met name dat geweer erg stil te houden. Mij lijkt met het oude worden, en ik had er zelf last van, met het oude worden dat een probleem wordt. Maar ik zag dat bij jou niet. En dat is dan het voordeel van opgelegd schieten. Dan kun je, ben je het gewicht kwijt, je kunt hem zo zetten dat je zo weinig mogelijk gewicht hebt. Want het gewicht komt dan op de steun terecht. Daarmee ontspan jij jouw armen, zeg maar, om dat gewicht vast te houden. Daardoor kun je je geweer stiller houden, omdat je het makkelijker in je schouder kunt trekken en stil te houden. Dat beweegt bij mij ook, hoor. Net zo goed bij iedereen beweegt het. Maar je moet gewoon het moment zoeken dat je het op zijn stilst hebt en dan kun je uitdrukken. Nu zag ik ook dat er verschillende soorten oogkapjes of zoiets zijn. De ene heeft er los, de andere op het geweer zitten. Waar dient dat eigenlijk voor? Ik heb dat ook, heb je wel gezien. Dan schiet je met je ogen open, allebei. Dan worden je ogen niet zo moe. Ik heb op het moment heb ik wat problemen met mijn ogen, want ik kan mijn topscore niet meer halen. Daardoor. En dan krijg je ogen toch wat meer rust. En daardoor kun je je schoten toch wel vlotter afwerken, zeg maar. Dat jouw ogen niet zo vertroebelen of iets dergelijks. En dan zie je op een gegeven moment zie je je doel niet meer. Ja, dat kan natuurlijk niet, hè? Want je moet het wel kunnen blijven zien. En vandaar dat ze die kapjes hebben en die zijn aan een bepaalde maat gebonden. En als je dan allebei je ogen openhoudt, dan kun je toch redelijk schieten, zeg maar. Zo, dank eens voor zitten. Kom op, man. Houd ons op. Naast mij staat Toby van Stekelenburg. Voetballer, zaalvoetballer bij Van Stekelenburg Bloemen. Hij is dit jaar begonnen bij een nieuw team. Waarom, Toby, bij een nieuw team? Ja, zaalvoetbal beviel me wel. En mijn ouders hebben een eigen bloemen- en plantenzaak. En dus dachten we aan om een nieuw team te creëren, zeg maar. Met andere mensen en mijn familie zit er ook in. Dus vandaar eigenlijk. Ja. Nou ben je naast zaalvoetballer ook nog veldvoetballer. Ja, klopt. Waar, wat, hoe? Ik voetbal bij RKSV Boksel in de A1. In de A1, dat betekent dat je nog kans hebt om een flinke carrière te moeten gaan. Ja, wie weet. Nou, we zijn nu in de bekerfinale ook gekomen met de A1, dus wel spannend. Dus daar kun je ook nog promoveren? Ja, 7 juni kunnen we nog de beker winnen met veldvoetbal, dus. Dat is altijd wel leuk. Wat vind je nou leuker? Zaalvoetbal of veldvoetbal? Ik doe al vanaf kleins af aan veldvoetbal eigenlijk. En sinds een paar jaar begonnen met zaalvoetbal. Ja, is eigenlijk allebei, bevalt me allebei eigenlijk wel. Maar er is toch een groot verschil, neem ik aan. Ja, het is wel anders spelen. Zaal is iets sneller en je moet iets meer techniek hebben. En het veld is meer rennen en slim spelen eigenlijk. Hoef je hier niet slim te spelen? Ja, dat wel. Je moet hier wel slim spelen. Maar het is net iets anders dan een kleiner veld ook en minder man. Dus, maar je moet heel veel techniek hebben, zeg je. Ja. En heb je die ook?
ja, een beetje niet echt de beste techniek van het team. Er zitten wel een paar jongens maar, met meer techniek in het team, maar op zich zit er wel een goed balans in. Voor het eerste seizoen ook meteen kampioen geworden, dus is niet slecht. Dus betekent dat eigenlijk niet elke veldvoetballer heel goed is in zaalvoetbal? Dat er wel degelijk een verschil dan is? Ja, dat is zeker wel een verschil. Maar ja, als je moet even nog aan elkaar wennen en dan komt eigenlijk vanzelf ja, de flow, zeg maar, de, hoe je erin komt. Nou, ga je vanavond voor het kampioenschap van Boksel spelen. Wij zitten nu vlak voor de wedstrijd. Hoe bereid jij je daarop voor? Ja, ik moest nog mensen regelen, zeg maar, dat iedereen er is. En ja, gewoon daar omkleden, warming-upje. En dan is het eigenlijk beginnen, gewoon opstelling maken we in de kleedkamer. En ja, dat is het eigenlijk. Maar nou heb ik gehoord dat Van Gestel, autorijschool Van Gestel, die ploeg, dat die heel erg goed is. Ja. Hoe goed zijn jullie om dit vanavond te kunnen winnen? Ja, wie weet. De ballen steeds rond hebben. Dus, kan altijd weer alle kanten. Je moet ook een beetje geluk hebben. De tegenstander speelt al wat langer bij elkaar. Dus ja, we hopen dat we een kans maken. Als je dan kampioen van Boksel bent, dan is er geen promotie of zo meer. Nee, eigenlijk niet. Dat is volgens mij het beste wat er is. Ik bedoel, je gaat dan niet regionaal of zo nog proberen een kampioenschap te halen? Nee, dat is gewoon alleen hier in Boksel, zeg maar, de zaal. Dus dan ben je kampioen van Boksel. Oké, dan wens ik jou heel veel succes vanavond. Dank je wel. Thank you.
Van Gessel tegen Verstekenbeurs. Verstekenbeurs van tweede klasse, die hebben een keurig gedragen. Maar ja, ze moesten het afleggen met strafschoppen. Het type van autorijstvoer, Gessel Veerweg, kampioen van Bosnië. Sportiviteit uit.